Als eerst beginnen we met de DM6 Holy Duo, dus de draadloze muis van Dream Machine. In je hand voelt hartstikke goed, het klikt lekker en het is gewoon lekker responsive. De zijknoppen zijn lekker tactiel en het voelt allemaal gewoon goed aan. Natuurlijk heeft hij wel gaten in zijn behuizing om natuurlijk wat gewicht te besparen. Zo weegt deze muis alleen maar 79 gram en dat is met een batterij erin. Als je goed kijkt door de gaatjes heen, zie je trouwens de batterij ook al gewoon erin zitten. En ik vind het wel cool om zo te zien. Het is super stevig, dus het is niet zeg maar dat het nu gaat en zit dat hij niet stevig is. Hij is zeker wel stevig. Je kan hem gewoon in knijpen en niks gebeurt er. Dus echt absoluut stevig. Ja, bovenop heb je een DPI knop om van DPI te veranderen. Een scrollwiel die je ook kan inklikken. En dat is het ook wel. Je hebt hier ook onderaan, ik heb nog een beetje naar gestuurd, alleen ik heb nog geen antwoord voor gekregen. Twee vage knopjes aan de onderzijde. Als je het zo ziet, heb je twee knopjes hier. Je kan ze indrukken, maar of het ook daadwerkelijk iets doet, ik heb geen flauw idee. Dus ik had het gevraagd en gehoopt op een antwoord, alleen ik heb er niks op gekregen. Oké, we hebben een update. Inmiddels heb ik dus antwoord gekregen van Dream Machines. En blijkbaar het kleine knopje aan de linkerkant zorgt ervoor dat de lichtjes die in de muis zelf zitten, uitgaan of aan. En de andere knop zorgt er dus voor dat de polling rate wordt aangepast. Dat dus. Voor de rest heeft het nog een aan- en uitknop. Maar het is niet zozeer een aan- en uitknop. Het is eigenlijk een, je wilt het bedraad gebruiken knop. Of je wilt dit draadloos gebruiken knop. Switch. Het is een switch. Het is geen knop, het is een switch. Wat dat betekent, als je hem draadloos wil gebruiken, dan krijg jij uiteindelijk verbinding met deze kleine dongle. En dit is echt een heel minuscuul klein dingetje. Al het nadeel van zo'n klein dingetje is, je raakt het heel snel kwijt. En dan denk je van, maar elke muis tegenwoordig die draadloos heeft, die heeft wel zo'n compartiment, zeg maar, waar je dat ding in kan stoppen. Zodat je gewoon daarin kan stoppen, mee kan nemen, op reis en dan weer uit kan halen en kan pluggen. Nee, dat heeft deze niet. Je kan deze nergens in kwijt. Wat ik dus wel echt heel jammer vind. Maar ja, bewaar het goed. En qua batterijleven, ik heb niet kunnen vinden op een website wat de batterijleven van deze muis is. En om eerlijk te zijn, ga ik ook niet dagelijks precies elke tijd bijhouden hoe lang het meegaat. Dus ik heb voor jullie even opgezocht op andere reviews, wat anderen erover zeggen en hoeveel uur die daadwerkelijk meegaat. En ik heb dus gevonden dat hij 72 uur meegaat. En dat is natuurlijk hartstikke keurig voor zijn muis. En natuurlijk wat heel fijn is aan een draadloze muis, het laadt zich op met een USB-C kabel. Eindelijk geen micro-USB. Het is ook zo fijn. Ook krijg je nog een extender ermee. Mocht je hem op afstand willen gebruiken, dan heb je deze kleine dongle. En dan denk je van, ja, dat is mooi en aardig. Hoe kan ik dit nou extenden? Nou, die kabel die je erbij krijgt, die USB-C kabel, kun je dus aan deze uiteinde inpluggen. Het is een USB-C uiteinde naar een USB-A. En dan plug je die erin. Zo, en dan kun je zo dit USB-tje erin pluggen. En dan kun je bijvoorbeeld achterin je computer kun je zo bovenop je bureau zetten, zodat hij altijd goed bereik heeft. En dan gaan we over op de performance. Deze muis maakt gebruik van de PixArt 3335 sensor. Die is redelijk energie-efficiënt en eigenlijk is gewoon snel genoeg. Ja, weet je, ik weet niet meer het verschil tussen al die muizen en sensoren. Ik ben niet zo'n hardcore gamer om dat te weten. Ik ben wel altijd heel kieskeurig als ik bijvoorbeeld Call of Duty speel, dat er veranderingen zijn in hoe de muis aanvoelt of hoe responsive het is. Maar vergeleken met de muis die ik als daily gebruik, de Mountain Makalu 67, kan ik hier echt helemaal geen verschil mee merken. Het is super goed op draadloos en responsief en dat is gewoon fijn. Het enige nadeel wat ik altijd heb tijdens het gamen is dat de voetjes wel wat klein zijn op deze muis. En ik had ze toch wel groter willen hebben. Zijn broertje, of zijn goedkopere broertje, als je daarmee vergelijkt, heeft echt gigantische voeten. Ik bedoel, kijk dit. Dit zijn nog wel wat andere voetjes dan dit. Even zo. Kijk wat een verschil dat is. En ik had liever dat ze deze voeten overnamen op deze muis. Want dat had wel een stuk fijner geweest. Merk je daadwerkelijk in praktijk het verschil tussen de twee? Op hun eigen mousepads niet. Maar ik had dus een oude mousepad van
paar jaar oud, die al wat stroever is dan natuurlijk de nieuwe. En daar kon ik wel eigenlijk merken dat het toch niet zo soepel overheen liep dan ik gewild had. Ook één ding waar je even rekening moet houden, want ik dacht eerst ook toen ik de muis ontvangen had van hé, verdomme, wat is wat stroef en hakerig beweegt dit. Er zitten nog plasticjes onder die voetjes. Let daar even goed op. Die moet je dus eerst verwijderen. Je ziet het eigenlijk praktisch niet dat ze erop zitten, maar ze zitten erop. Haal ze er even af en dan zal het ook veel beter aanvoelen voor jou. En dan voor jouw handengrip. Ik heb niet de grootste handen zoals je misschien kan zien. Ik heb een beetje kleine worstenhandjes, zeg maar. Dat is niet het meest grandioze. En ik heb deze muis altijd in gebruik met een palm grip. Het werkt fantastisch, helemaal geen klachten mee. Maar je zou hem eventueel ook nog met claw grip kunnen gebruiken. Maar tip grip, dat wordt nog een beetje een moeilijk iets. Dus dit is echt bedoeld voor de claw en de palm grip. En ik vind hem super comfortabel in mijn handen zitten. Mijn pinkie kan ik altijd goed kwijt. En het zit gewoon goed in de hand. Dus wat vind ik van de DM6 Holy? Ik vind het fantastisch. Het werkt super goed, super responsief. En ik heb eigenlijk hier praktisch niks over te klagen. Behalve toch twee puntjes. En op zich zijn het hele kleine puntjes, net hoe je staat. De voetjes zijn voor mijn pad wel wat te klein. Die hebben wel wat groter oppervlak voor mij gemogen. En het is jammer dat je geen compartiment hebt voor je USB ontvanger. Hou het of in je computer of in je laptop als je meeneemt. En gaat niet te veel verplaatsen, want dan raak je hem gelijk kwijt. Oude mousepad doet het nog niet zo heel goed mee. En daar moet je wel even oppassen dat niet alle mousepads misschien geschikt zijn voor deze muis. Maar ja, je kan het natuurlijk altijd proberen. En als je niet bevalt, kun je het altijd terugsturen. Want voor de rest, performance, alles is gewoon hartstikke keurig. Bouwkwaliteit is goed. De knoppen zijn hartstikke goed. En tactiel, evenals de zijknoppen. En het is gewoon een hele goede ervaring. En dan gaan we over op de DM1 FPS. Deze muis kost je €32. En dat is best wel een mooie schappelijke prijs. Wat je ervoor krijgt is een muis met een PixArt 3389 sensor. Wat nog sneller is dan de Holy Duo die nog zelfs duurder is. Maar natuurlijk, deze kost net wat even wat meer energie. En dat is waarom ze het gebruiken in de bedraden versie. Overal, de performance is echt super goed. En zoals ik al zei, sensors zijn al zo goed gemaakt. En zijn al zo verrekte snel dat ik helemaal geen verschil merk tussen al die muizen. Het is gewoon super goed. Alleen, dit is gewoon een kwestie van, zijn de knoppen fijn en is de pasvorm fijn? Als eerst ga ik beginnen met de knoppen. Vergeleken met mijn DM6 Holy van Dream Machine, is deze nog wel wat... Het is tactiel, maar het begint wel wat meer mushy aan te voelen en wat minder tactiel dan de DM6. Is het verkeerd? Nou, op zich niet echt. Ik vind ze nog steeds wel lekker klikken. En je bent er eigenlijk best wel snel aan. De zijknoppen en tegendeel zijn heel erg mushy. Nee, want eigenlijk als je de website ook leest, gaan de linker en de rechtermuisknop gaan ongeveer 20 miljoen keer mee. Waarbij de zijknoppen 3 miljoen keer mee kunnen gaan. Oftewel, je merkt dat er wel een verschil tussen die twee knoppen zitten. En ik vind de zijknoppen vind ik gewoon niet fijn aanvoelen en voelen enorm mushy aan. Waardoor ik het al niet zo heel fijn in zijn geheel vind. De muis is ook trouwens best wel licht. Ik heb niet echt gemeten of gezien hoe licht hij is, maar je ziet het wel hier op het scherm staan hoe licht hij daadwerkelijk is. Het is best licht en dat vind ik best wel fijn. Voor de rest heb je ook nog een DPI-knop hierop, die ook trouwens telt als een RGB-verlichting switch knopje. Want je kan namelijk één keer op drukken, of twee keer, of drie keer, of vier keer en dan verschilt hij telkens van kleur. Maar ook van DPI stand. Dus dan kun je precies aan de kleur zien van oké, hij staat nu op 200 dpi, 800 dpi, weet ik veel, 2000 dpi en zo on, zo on. Dus je weet precies op welke dpi die staat en dat is best wel fijn om te weten. Ook kun je in de software nog de RGB verlichting veranderen, wat ook nice is. En kun je zo dus altijd gewoon je perfecte kleur houden. Eén ding wat ik wel merkte, de verlichting trouwens zit aan de scrollwiel, wat op zich niet erg is, alleen het is dan niet heel erg fel. Je merkt het dan niet zo goed in daglicht. En natuurlijk als het donker is, merk je natuurlijk wat meer van die verlichting. Maar voor mijn part had het wel wat feller gemogen.
of gewoon niet. Ik heb zoiets van, als het heel, heel weinig is, heb ik zoiets van, dan kun je ook mensen goed weglaten en de kosten nog meer besparen. En hadden ze misschien wel 2 euro minder van kunnen maken. Voor de rest heb je aan de onderkant, zoals ik al zei, mooie grote voeten. En het gaat super soepel op elke mousepad die je ook maar hebt. Wat je wel even rekening moet houden, net zoals de DM6, dat je even de plasticjes vanaf haalt. Want anders ga je natuurlijk een hele vervelende ervaring krijgen met deze muis. Dus haal ze er even af, dat doet je zelf weer even goed. Maar hoe zit deze muis nou in je hand? Om heel eerlijk te zijn vind ik deze muis niet fijn zitten in mijn hand. Ik gebruik altijd de palm grip, zoals ik hiervoor zei bij de andere muis. Maar bij deze muis kan ik dat niet echt lekker pakken, want er zit net zo'n... Het is niet een mooie afronding op een hoek, dat is wat ik bedoel. Normaal bij heel veel muizen, zoals deze ook, kun je gewoon zien dat het toch wel mooi afrondt op de zijkant, waarbij deze muis dat dus absoluut niet doet. Het is gewoon een scherpe hoek naar beneden, waardoor ik altijd heb dat mijn ringvinger toch een beetje op een ongemakkelijke positie zit. Dus ja, hierboven wil het ook niet echt, want dan zit het dicht op mijn andere vinger, want ik moet natuurlijk wel kunnen klikken. En dan zit het een beetje net op het randje en dat vind ik dus niet fijn. En dat is dus bij een palm grip. Waarbij je als je natuurlijk een claw grip hebt, met de claw grip zul je hier niet echt zoveel problemen mee hebben en zit het op zich prima. Maar palm grip, nee. Het zit net wat te ongemakkelijk daarvoor. Dus dat betreft vind ik het niet fijn. Maar als jij een persoon bent die altijd de claw grip heeft, is dit gewoon dikke prima. En uiteindelijk, de kabel. Is het een beetje fijn? Merk je het veel? En om eerlijk te zijn, merk je niet zoveel weerstand van de kabel op je mousepad. Althans, de mousepad die je gekregen hebt van Dream Machine, werkt hier gewoon absoluut goed mee. En heb ik helemaal geen klachten over. Alles draait super soepel, gaat soepel, alles soepel, goede sensor, alles soepel. Dat is gewoon fijn. Dus dadelijk, wat vind ik van deze muis? Als jij een persoon bent met een claw grip, kan ik je deze zeker aanraden. Maar ben je een persoon die een palm grip heeft, dan zou ik toch wel verder kijken dan deze muis. Maar qua sensor performance en alles werkt hij gewoon hartstikke top. En denk ik dat jij voor het bedrag van 32 euro... echt een superkeurige muis krijgt. Tuurlijk had ik gewild dat de muisknopjes even net wat fijner aanvoelden. Maar uiteindelijk, het is 30 euro. En natuurlijk, de zijknopjes gebruik je een stuk minder dan waarschijnlijk de eerste en de tweede muisknop. Dus ik snap de afweging van Dream Machines op zich ook wel weer. Maar ja, 30 euro, ik vind het aanrader. Dus als je iets zoekt, dan is dit misschien wel een goede optie voor jou. Je kan het altijd ook uitproberen. Laat het naar je toesturen en als het niet bevalt, stuur je het gewoon weer lekker terug. En dat was de video. Als je trouwens nog meer informatie, in-depth informatie wil hebben, dan kun je mijn blog hier in de beschrijving vinden. Dus zoals specificaties, bepaalde switches, dat soort dingen, dat vind je allemaal gewoon in mijn blog. En ik zie jullie allemaal weer terug in de volgende video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Hey, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je de video natuurlijk leuk, behulpzaam of informatief? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Wil je natuurlijk meer zien van mijn kanaal, zou ik zeggen, abonneer natuurlijk. Mijn social media staat allemaal in de beschrijving, je hebt allemaal linkjes daarvoor. Ik zou zeggen, bekijk dat en tot de volgende keer.